Ja, welkom terug iedereen. Dus dit keer zal ik een infogram delen met jullie. Wat ik gevonden heb op het net. Het is een infogram wat een introductie geeft tot fotografie. Dus in die zin sluit het nou aan bij de filmpjes die ik maak. En dan denk ik wel dat het interessant is om dat infogram samen met jullie te bespreken. Om dat te doen, dus zoals gezegd, heb ik het gevonden op het internet. Ik zal u de link sowieso in de omschrijving onderaan. Dit filmpje zal ik sowieso de link ook plaatsen. Maar ik stel voor dat we mijn scherm delen om gemakkelijk het infogram zelf te bekijken. Dus dan zie je hier, dit is de link. En dan zie je dat ze een blog in het Engels wel, maar ik zal, je weet al mijn filmpjes, het concept is een Nederlandstalig toegankelijke info rond fotografie, dus ik zal alles in het Nederlands ook uitleggen. En hier zie je al meteen drie onderverdelingen, drie links naar gidsen rond fotografie 1. En het is zo dat die drie onderverdelingen, die vind ik ook terug in de infogram. Dus we zien een deel over belichting, exposure. We zien een deel over camera setting, dus instellingen van camera's. En we zien een deel over compositie. Nu, belichting en camera instellingen zijn twee onderdelen die eerder al aan bod gekomen zijn in mijn filmpjes. Dus ik denk... Zeker qua belichting heb ik al zeer veel besproken. Qua instelling heb ik ook al een aantal dingen besproken, zoals de opnamestanden. En die komen ook terug in de grafiek. Ik zal sowieso in het infogram die drie delen afzonderlijk en afzonderlijke filmpjes bespreken, om de eenvoudige reden dat ik het kort en bondig wil houden. En dan kan ik in feite het laatste filmpje over compositie, daar kan ik dan perfect verder op inhaken om meer over compositie en andere filmpjes, als deze, als het bruggetje eigenlijk, om echt over compositie te gaan spreken. Nu. Laten we naar de grafiek zelf gaan, de infogram beter. Dan zie je hier de koala met een fototoestel. En het eerste wat mij opviel aan het infogram is hier de driehoeksverhouding. Dus je hebt hier voor belichting spreekt men van een driehoeksverhouding van aperture, wat diafragmawaarde is, shutter speed, wat sluitertijd is, en ISO-waarde, wat dan weer overeenstemt met de ISO-waarde. Nu, het is zo dat, dat die drie parameters inderdaad een belichting vormen. En de... grafische weergave van een driehoek vind ik zeer interessant, juist omdat een driehoek geen driehoek niet meer is, of geen evenwijdige driehoek niet meer is, of gelijkbenige beter driehoek is, als je aan een van die parameters gaat wijzigen. Dus dat is ook hetgeen dat bij belichting gebeurt. Stel dat je hier een perfect evenwijdige driehoek hebt, gelijkbenige recht in driehoek hebt, en je gaat een van die parameters gaan wijzigen, dan is die belichting volledig uit balans. Ook in fotografie, als je een externe lichtmeter neemt, dan stel je eigenlijk een bepaalde ISO-waarde in op voorhand en dan kun je aan de hand daarvan een sluitertelheid en een sluitersnelheid en een diafragmawaarde voorgesteld krijgen. Op een fototoestel ga je iets anders te werk in die zin dat je je waarden kiest en dan krijg je een indicatie of het een onderbelichting, overbelichting of hoe de correcte belichting is. Nu, die drie parameters worden afzonderlijk ook besproken. Laten we beginnen bij de eerste parameter, wat in dit geval aperture, oftewel... de diafragmawaarde is. En opnieuw hebben we hier een grafische weergave. Ik denk dat dat vooral interessant is voor de mensen die er grafisch aangelegd zijn, dat je hier dus perfect kunt zien. Ja, ik kan het niet echt selecteren, maar hier dus kun je perfect zien wat bedoeld wordt met een grote opening en een kleine opening. Dus laat ons nu zeggen, opening 1.4 is een grote opening. In die zin, dat zie je hier dan, dat er veel, voor dezelfde tijd, laat ons zeggen 1 seconde, kan er veel meer licht door deze grote opening dan door opening 16, wat hier dan aan de andere kant wordt weergegeven, wordt, wat een klein haartje betreft. En als voornaamste effect beïnvloedt dat, ja, naast de belichting uiteraard, zoals ik zeg, meer of minder licht voor dezelfde tijd. Daarnaast beïnvloedt dat ook de scherptediepte. En de scherptediepte kan je gebruiken, bijvoorbeeld, dan spreekt men hier van wide aperture, wat een grote opening is, is perfect voor portretten en close-up, juist omdat je daar heel weinig scherptediepte hebt, dus uw achtergrond wordt vervaagd. En uw eigenlijk onderwerp komt beter tot zijn recht in uw beeld. Aan de andere kant, als je een groep van mensen fotografeert, dan is het zo dat je graag de mensen vooraan als achteraan, zowel dat je alle mensen in beeld eigenlijk scherp gesteld wilt, in focus wilt. Dus dan heb je een grotere scherpte diepte nodig, dus een kleinere diafragma opening of een groter diafragma getal. Dus dan zou je eerder naar die f16 of f22 gaan. Wat ook nog zeker interessant is, is die volgorde 1.4, 2.8, 5.6, 8, 11, 16, 22. Dat zijn geen waarden die zomaar gekozen worden. Niet dat dat telkens een verdubbeling is. Dus van 1.4 x 2 is 2.8, x 2 is 5.6. En dan
komen we eigenlijk al in 11, 22. Nu, hier tussen liggen ook nog waarden, dat zijn zogeheten stops. Dat zal ik in een ander filmpje nog zeer uitgebreid bespreken. Dat is iets dat zeker interessant is om te weten. Het is hier trouwens ook een ongelukkige volgorde gekozen. Want in het begin hier 1.4, 2.8, 5.6 werken ze met volledige stops. Dan komt in opening 8, 1.4. Ja, nee. Het is een slechte... Er is een ezelsbruggetje om de getallen zelf te onthouden. En dat is dat je aan de ene kant 1.4... 2.8, ja, zo is het. 1.4, 2.8, 5.6, 11, 22. Maar daarnaast heb je ook opening 2, opening 4, opening 8, opening 16. Dus dan werk je met volledige stops. Ja, oké, dan hebben ze denk ik niet de volledige lijst. In die zin dat tussen 1.4 en 2.8 ontbreekt de 2. En tussen 2.8 en 5.6 ontbreekt de 4. 8, 11, 16 en de 22 ontbreekt. Dus dat is een klein beetje ongelukkig gekozen. Maar zoals gezegd, ik kom later nog wel op terug hoe die juiste volgorde precies ineen zit. Snel naar, want we hebben onze 10 minuten zoals altijd. Snel naar sluitersnelheid. Dan zie je hier een opnieuw een grafische weergave aan de hand van een koalabeertje. Als dat koalabeertje laat ons inbeelden, of ons voorstellen dat de koalabeertje zich beweegt in uw beeld van links naar rechts, dan zie je bij een sluitertijd van een 1000ste, een 500ste, een 250ste, wat zeer korte sluitertijden zijn, dat die beweging bevroren wordt. Als je aan de andere kant trage sluitertijden kiest, zoals een 30ste, een 15ste of een volledige seconde, dan zal die koalabeer, die beweging, dat zal die vloe worden. Dan zal die beweging zichtbaar worden. Dat kan iets zijn, een element dat je gebruikt in je beeld. Dus dat is zeker niet verkeerd. Ofzo. Dat is een element dat je kunt gebruiken. Het is zelfs zo een handig trucje bijvoorbeeld. Als je op een toeristische locatie bent en je wilt iets fotograferen, maar alle toeristen lopen in de weg, dan kun je een statief nemen, je toestel op het statief plaatsen. Een zeer lange sluitertijd nemen. En als je die... stel dat je 1 seconde of 2 seconden zou nemen, dan zie je dat die mensen allemaal geesten worden, dat je zo nog vage schimmen ziet. Maar als je die sluitertijd nog langer maakt, dus je hebt wel een statief nodig uiteraard, als je die sluitertijd nog langer maakt, dan is het zelfs zo dat die mensen, juist doordat ze bewegen, niet meer in beeld zullen komen. Dus op de uiteindelijke foto heb je dan al die toeristen geëlimineerd. Nu, hier staat ook nog een ongelukkige aanduiding in de zin van in 6 en 125 dat uit de hand te fotograferen is. Dat klopt, een 60ste kun je uit de hand fotograferen voor een brandpuntsafstand van 15 mm of zo. Maar als je naar boven gaat, dus voor een telelens van bijvoorbeeld 200 mm, dan zal een 60ste van een seconde al niet meer voldoende zijn om de beweging van jezelf als fotograaf, de ademhaling en het trillen van het lichaam, om die beweging te neutraliseren. Een handig trucje daar is 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van je lens. Dus in het geval van de telelens zou je een minimale sluitertijd van een 200ste nodig gehad hebben. En zo komen we bij de derde parameter, de ISO-waarde. En daar, vroeger had je sowieso de film, waarbij dat die een bepaalde ISO-waarde had. En dan kon je die, als je die laadde, kon je die belichten op een bepaalde ISO-waarde, maar die was vast voor je opname. Nu heb je de digitale sensor, waarbij dat de ISO-waarde een instelling geworden is, die je bij elke foto kunt wijzigen. Een ander groot verschil tussen ISO-waarde analoog en digitaal is de ruis. Je hebt op analoge film heb je ruis, maar in die zin dat je een grovere korrel hebt bij een hogere ISO-waarde en een fijnere korrel bij een lage ISO-waarde. Terwijl bij digitale ruis spreken we van pixels die geel, groen, rood, blauw kleuren, dus die veel storender zijn dan de ruis van een analoge film. Hier hebben we terug een grafische weergave in de zin dat we bij zonlicht met ISO-waarde, dus we hebben veel licht, we kunnen met een lage ISO-waarde opname maken. Daardoor zullen we minder ruis krijgen en een betere kwaliteit van beeld. En dan bij nacht krijgen we ISO-waarde 3200 bijvoorbeeld, waarbij dat we wel minder licht nodig hebben, maar dus meer ruis zullen krijgen.
en daardoor ook een lagere kwaliteit van opname. En als we dan verder gaan in de grafiek, komen we al terecht bij instellingen van de camera. Dus ik stel voor dat we deze houden voor een volgende opname. Dank u voor jullie aandacht.